Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan hier bij het nieuwe huisje waarvan ik aan de boselfjes heb gevraagd of dat zij hem willen bouwen. En ik moet zeggen, het huisje ziet er echt heel leuk uit. Ze hebben de leuke paarse kleur gebruikt van het dak van het restaurant. Dus het matcht gelijk mooi met de omgeving hier. En ik moet zeggen, het is echt een knus huisje. In de vorige video mochten ze dat namelijk van mij doen. Maar een echte piraat hoort ook naast een boot natuurlijk. Ja, ook al is dat niet echt een piratenboot. Een eigen bouwwerk te maken. Jullie hebben nog niet zelf echt iets gebouwd hier natuurlijk. En een paar dagen, weken geleden heb ik aan de cowboy in deze wereld gevraagd of hij hier een huisje voor mij wilde bouwen. Maar de cowboy heeft besloten om het op te blazen in plaats van een huis te bouwen. En ik denk ook eerlijk gezegd niet dat hij hier nog een huis gaat bouwen. Dus willen jullie hier een huis bouwen? En ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat ze het zo snel zouden doen. Ik dacht dat, nou, dat duurt dan hooguit wel even een paar weken of een weekje of zo. Maar we zijn een paar dagen verder en het huis staat er al gewoon. En zo te zien, de bosboot 0.5 zit er ook een pillager hier in hun bootje. Ik weet niet of dat nou handig is en de bedoeling, maar hè, weet je, nieuwe piraten in het land zijn altijd welkom. Maar laten we heel even naar binnen gaan. Even kijken wat dit allemaal. Volgens mij is dat de ingang daar. Anders ik heb meerdere ingangen gezien. Maar laten we deze even pakken hier. DBE Outpost! Maar wacht eens even. Ik zei dat ze een huisje moesten bouwen. Ik zei niet dat de DBE hier gelijk moest gaan wonen. Oh nee. Welkom bij DBE. Gasten melden bij de balie. Oh jee, jongens. Oh nee. Oh, dit is niet wat ik had gedacht. Ik had gedacht een leuk nieuw piratenhuisje met piratenmensen. Alleen personeel staat hier ook en zo. Oh, hey. Ik ben helemaal kapot. Hey, hallo, hey. Wat een mooi huisje is het geworden, dit, hè? Ja, hè? Ja, we dachten van dat kantoor zo ver weg. Dit is wel dichterbij. Dat is toch wat makkelijker. Het ziet er goed uit. Alleen het enige is, waarom gelijk DBE? Ik dacht dat jullie piratenhuisje gingen bouwen. Ja, maar we hebben onze hotelkamer ook al. Anders is het een beetje dubbel op. Ja, dus nu dachten jullie, hoeven jullie niet elke keer naar het kantoor daar helemaal achter en zo. Maar jullie kunnen ook gewoon gezellig hier de DBE-zaken doen. Ja, precies. God, maar wat zijn jullie allemaal aan het uitspoken? Want jij komt van beneden. Er is ook een kelder daar. Ja, je mag wel heel even gluren. Ik mag wel heel even gluren, oké. Ga je niet de hele geheime dingen dan? Inbrekers niet welkom, verboden toegang. Dus ja, nee, we zetten het er nu maar bij. Misschien is dat duidelijk. Ja, dat snap ik. Mag ik wel gluren? Je mag voor mij gluren. Ik mag wel gluren. Wat zijn jullie hier aan het doen? Oh, er lijkt wel een cel daarachter. En een boekje op tafel zie ik daar, inderdaad. Oké, maar dit is jullie soort van kantoor. Niet het hoofdkantoor, maar gewoon een kantoor geworden. En jullie dachten, laten we dat in Piratenland doen. Ik ben al zo druk met jullie DBE-mensen. Ik denk, ik gun jullie nog een huis en dan gaan jullie hier nog een DBE-gebouw van maken. Maar het is wel mooi gebouw. Ah, we kunnen het extra goed in de gaten houden nu. Dat is wel. Oh mijn god, jullie hebben gewoon nog meer. Wat is dit trouwens? Wat gebeurt hier? Oh. Er zit een pilletje in jullie bosboot. Interessant. Ja, hè? Ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik ben onschuldig. Nee, dat zal alweer, ja. Hé, maar wat mij ook trouwens opviel, is dat de boot is weg. Jullie hebben zijn weggevaren. Daar. Ja, nou, wij zijn terug van vakantie. Oh god, ik zie het al. Ik zie het al. Ja, hoe was jullie vakantie? Ja, relaxed. Relaxed, ja? Geen inbraak of zo, dus we konden gewoon Nee. Nee, buiten Piratenland zal er vast niet zoveel inbraak zijn. Oh mijn god, nee. Wat is dat? Jullie hebben een nieuwe boot. Ja, we kunnen wel even... Ja, laten we er even heen lopen, langs het restaurant. Jullie dachten, laten we gelijk aan een ander biertje aanmeren in plaats van het vorige biertje. Ja, dat leek ons toch wat praktischer. Ja, dat snap ik. Kijk, hier kan je gelijk gezellig naar het restaurant doen toe natuurlijk. Oh, het is een nieuwe boot ook echt. Bosboot 2! Het is de Bosboot 2! Hoezo hebben jullie een nieuwe boot genomen? Nou, we waren op vakantie en daar kwamen we een mooie winkel tegen met grotere boten. En wij dachten, nou... Oh, heeft deze boot ook een interieur? Nee, je kan niet naar binnen of zo. Nee, dat is misschien niet voor het volgende vakantietripje. Het is wel een donker bootje, moet ik zeggen, deze. Ja. Hij is wel behoorlijk donker. Ja, nee, joh, ik heb hem uitgekozen. Ik was het gewoon niet mee eens, maar ja, ik moest het Ik heb vast wel een lampje ergens bij me. Ja, hier, lampjes. Zo, kijk. Ik heb een lampje. Mag ik een lampje plaatsen? Ja hoor, dat mag dan. Hier, het is donker zo. Kijk. En dan doen we er ook nog eentje. Dat kan niet. Laat maar. Zo, het is helemaal prima. Helemaal prima. Mooi bootje. Ja, het ziet er wel leuk uit. Het is pas wederom niet alleen bij, zeg maar, mijn piratenomgeving hier. Dus misschien als jullie de Bosboot 3 ooit een keer kopen, dat je dan kan denken, nou, weet je, laten we ook gewoon iets matchend kopen, wat met, zeg maar, de rest van de omgeving hier past. Hmm. Maar hè, klein puntje, kleinigheidje. We zullen het overwegen. We zullen het, dat vind ik een goeie dat jullie het overwegen. Hij past wel bij de schedel, die is ook mooi wit. Hij past wel wit, omdat hij wit is, maar dat is ook het enige. Ja. Dat hij bij het schedel matcht. Nou, dat is nog iets tenminste. Hé, maar ik ga, weet je wat ik nu ga doen? Ik ga het restaurant inrichten, ik ga het boothuis inrichten, ik ga het observatorium inrichten en de vuurtoren erachter. Gewoon in één keer. Wat vind je daarvan? In één keer? In één keer. En dan kan de DBE... Ik kan dat mooi in de gaten houden. Dan kunnen jullie een keertje gezellig bij me komen eten. Misschien wat geheime informatie delen met mij. Maar dat hoeft niet, weet je. Ik zeg maar wat ook. Okay. Ik doe maar wat geks.
Nou, dat vind ik een goed plan. Behalve ja. dat informatie, dat misschien niet. Maar... Nou, daar denk ik nog maar even over na, over die informatie delen met mij en zo. Ja, daar mag jij wel over nadenken, dat is goed. Oké, okay, pas op dat je niet in het water valt. Ik kwam wel heel dicht bij het randje. Sorry, ik kon die laten. Hele slimme zet, ja. Sorry, excuses. Goed, jongens, het is tijd om officieel deze huizen eindelijk te gaan inrichten. We hebben de afgelopen 6 afleveringen volgens mij deze schiereilanden helemaal opgevuld. Het waren hele leuke afleveringen, al zeg ik het zelf, omdat het echt gewoon een best wel groot project was om dit allemaal te bouwen. Maar het ding is, het is nog niet af, omdat het interieur er nog niet in zit. Nog in geen één huis zit een interieur. Dus ik dacht, laten we leuk beginnen met een timelapse voor het observatorium van binnen. En als ik dat gedaan heb, dan wil ik daarna het restaurant gewoon gaan bouwen, terwijl ik erover praat en zo. Dan kunnen jullie dat, sommige mensen vragen namelijk wel eens aan mij van, Max, wil je niet alles met de timelapse doen, maar ook sommige dingen gewoon terwijl je het laat zien, terwijl je het bouwt? Dus ik denk, nou prima, dan doen we het restaurant, doen we wel gewoon inrichten. Terwijl ik er gewoon een beetje overheen praat en zo. Maar ik wil wel beginnen met observatorium. Met een leuk klein timelapse, als in dat we die gaan inrichten. Ik denk dat ik daar wel nog even heel wat spulletjes voor moet verzamelen. Want het is best wel een gek interieur natuurlijk. Vuurtoren is best wel klein. Dus ik gok niet dat deze extreem veel werk gaat zijn. Ik denk dat ik hier ook gewoon een soort woonhuisje beneden van maak. Met een laddertje omhoog en meer niet. En het boothuis gaat het meest makkelijke huis zijn om in te richten. Dit gaat gewoon één groot opslaghuis zijn. En meer komt hier niet echt in. Ik denk dat ik hier gewoon opslag van maak. En dan van een specifiek blok of zo misschien wel zand en gravel, weet ik veel wat. Gewoon één simpel blok die ik hier dan altijd kan verzamelen. Ik denk dat dat wel leuk is. Maar goed, laten wij beginnen met het observatorium. Een mooi interieurtje komt eraan. Er zijn 2 verdiepingen die ik op wil vullen. Hier de benedenverdieping. Hier gaan we denk ik gewoon een leerruimte maken met misschien een grote kaart in het midden. En hierboven wil ik het observatorium zelf maken met de grote verrekijker die eruit steekt. Er komt natuurlijk daarboven, steekt de verrekijker uit. Dus waarschijnlijk gaat hij dan ergens hier naar beneden, waar je een soort van met de stank zo uit kan kijken. Je ziet het vanzelf wel. In 3, 2, 1, bam! Daar zijn we weer en we hebben een interieur gegeven aan het laboratorium, observatorium. Als je hier nu binnenkomt, beneden heb je een leuke kleine leerruimte en zo. We hebben hier wat boekenkasten geplaatst. Hier wat van die typische, leerhokjes. Ik weet niet echt hoe ik ze wil noemen. Als je kan hier gewoon zitten. Er moeten wel nog boeken ingeplaatst worden, maar die heb ik op het moment even niet. Alleen als er boeken erin plaatsen, ziet het er leuker uit. Dan heb je hier een paar van die laboratoriumbuizen. En ik weet niet waarom, dat vond ik gewoon een leuke toevoeging. Dan heb je hier in het hoekje nog meer boekenkasten. Gewoon puur voor het leren van. Hier komen alleen maar geleerde mensen. Alleen maar mensen komen hier die willen weten hoe je de DBE moet stoppen. Dan hier in het midden heb ik een lege tafel. Op deze tafel wil ik allemaal itemframes gaan plaatsen. En dan een map van mijn basis gaan bouwen. En in principe kan ik daar al aan gaan beginnen. Maar ik heb nog veel andere dingen te doen deze aflevering. Dat is namelijk al die andere huisjes. Dus ik denk niet dat ik deze video al hier de map ga plaatsen. Maar dat is iets voor de volgende video dan misschien. Dan als we hier naar buiten lopen en we lopen hier omhoog. Zo, hoppakee. Dan kom je echt in het leuke gedeelte van het observatorium. Dat is namelijk het bekijkgedeelte, weet ik hoe je het wil noemen. Hier weer een paar boekenkastjes zo. En als je doorloopt hier, dan kom je in de leuke. Oh, ik zag het gebeuren. Ik moet dat nog... Oh, wacht jongens. Ik moet dat nog waxen, dit gedeelte. Ik ben vergeten deze koper te waxen. Dat komt zo meteen. In ieder geval, hier heb je een halve maan op de grond. Ja, dat is, een maan, dat hoort gewoon bij een observatorium natuurlijk. Een paar leuke vlaggetjes van geleerde mensen. Wat natuurdingen, mooie pilaren hier. Dan daarbovenin heb je natuurlijk een prachtige sterrenhemel. Ik bedoel, een observatorium, als je naar boven kijkt, moet je een paar sterren zien natuurlijk. Gewoon het universum zie je daarboven, althans. Een soort van. En dan hier die grote buis. Dit is natuurlijk die telescoop, jongens. Kijk, als je hier dan omhoog gaat zo, dan kom je hier bij de telescoop uit. Dan kan je hem zo aan de zijkant kan je vastpakken. Kan je er doorheen kijken en dan kan je daarboven naar de sterren kijken. Want zoals jullie weten, steekt hij ook echt daadwerkelijk uit het dak. Kijk, dat heb ik in de vorige video natuurlijk al gebouwd. Maar kijk, daar komt hij eruit. Zo. En dan kan je daarmee kan je naar de sterren kijken. Nou, dat is toch leuk, jongens?
Dit is toch een leuk interieur voor dit gebouw. Nu is het gewoon geen kaal gebouw meer als je binnenkomt. Het enige wat ik wel nog even moet doen. Maar ik had wel de dinges bij me als het goed is. Even kijken. Volgens mij had... Ja, hier, ik had honing meegenomen. Laten we het heel eventjes zo waksen. Dat is het enige wat ik nog niet heb gedaan. Even kijken. Zo, hoppakee, naar boven. Was, 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 was. Was, was, was. Hop, hop. En dan die eerst. Hop, hoppakee. En dan wassen. Hetzelfde aan de andere kant. Dat ben ik helemaal vergeten te waksen. 1, 2, 3. Hoppakee. Nu blijft het allemaal mooi in deze kleur. Ik wil natuurlijk niet dat het een andere kleur gaat krijgen. En dat hebben we nu opgelost. Ik ben tevreden, jongens. Ik ben enorm tevreden met het resultaat. We hebben natuurlijk nog deze deur naar het balkon aan deze kant. En aan de andere kant is het een deur niet naar een balkon, maar naar een trap hier naar beneden. Dat je dan hier helemaal bij dit gedeelte hier uitkomt. Misschien kunnen we hier ooit nog een bootje maken of zo, verzin het. Hè? Er kan nog genoeg gedaan worden, jongens. Geen zorgen. We zijn nog lang niet klaar met Piratenland, zoals je kan zien. Maar we hebben in ieder geval wel een observatorium. Waarom hebben we een observatorium? Ik heb zelf eigenlijk ook echt geen idee. Ik vond het een leuk idee. Goed, dan is het tijd om te gaan beginnen met ons café, jongens. Met het restaurant. En in de vorige video, of in twee video's geleden, heb ik jullie gevraagd om te kiezen uit drie verschillende namen voor dit piratencafé. Namelijk, café Het Gezonken Anker, café Het Gevulde Ankertje en café De Zware Dobber. Zelf vond ik café De Zware Dobber het leukst, maar dat is hem niet geworden. Café De Zware Dobber is het niet geworden, jongens. Het is namelijk geworden, ook niet café Het Gezonken Ankertje, maar café Het Gevulde Ankertje, of Het Gezonken Anker, weet ik wat hier stond. Café Het Gevulde Ankertje is de naam waarvan ik de meeste reacties zag. Ik denk dat ik echt wel gewoon honderden reacties met Het Gevulde Ankertje zag. Dus dat is ook de naam nu. Café Het Gevulde Ankertje. Zo. Bier, water, kip en soep verkopen wij hier. Bier, water, kip en soep. Vast ook wel meer dingen, maar dat verkopen we voor nu. Goed, dan is het tijd om hier een interieurtje aan te geven, jongens. En zoals ik al eerder zei, gaan we dat gewoon doen terwijl we daar een beetje bij aan het praten zijn. Dus ik ga mijn chocoboxjes klaarzetten met spulletjes die ik over heb van de vorige interieuren. En ik denk dat ik hier met het beste, met spruishout, gewoon de stoelen kan plaatsen. Omdat we hebben dark ook hier en we hebben birchhout hier. En volgens mij heb ik ook nog wel genoeg spruishout om gekke dingetjes even mee te doen. Oh, jawel joh. Genoeg. Meer dan genoeg. Plaats even een crafting table. Hoppakee. Nou, laten we beginnen met de menukaart. Dat mensen hier buiten de... Trouwens, dit is niet een hele handige plek voor mijn setup. Laten we de setup hier even op de brug plaatsen. Zo, even tijdelijk hier. Laten we beginnen met de menukaart. Mensen kunnen hier buiten gewoon al de menukaart kunnen ze bekijken. Ik heb nog geen menukaart staan, maar die komt dan daar. Dan wil ik hier buiten wil ik al een aantal plekjes hebben waar mensen gewoon gezellig kunnen zitten. Eigenlijk die gaat weg zo. Hier komt een stoel. Hier komt een plekje zo. En dan wil ik hier ook nog een stoeltje hebben. Ik denk dat ik ook met magenta tafeltjes wil gaan werken. Maar daarvoor moet ik nog heel even terug naar mijn schip. Want ik heb hier geen magenta wool bij me. Dus laten we heel even snel heen en weer zwemmen. Hoppakee! Goed, dan heb ik nodig hier wat magenta wool en wat purple wool. En dan nemen we ook gelijk die banners mee. En nu ik hier toch ben, laten we heel even kijken of we wat extra dingen mee kunnen nemen. Extra gezelligheid en leukheid. Ovens voor in de keuken. Vensters voor leuningen. Nog wat extra hout zo. Oh, misschien kunnen we mangrove stoeltjes plaatsen, jongen. Oeh, dat is leuk. Oké, dan zwemmen we gelijk weer snel terug. Is het inderdaad niet mooi om gewoon hier mangrove te gebruiken als stoeltjes, zodat die echt opvallen in plaats van spruce? Ik denk het wel, hè. Ik denk dat dat wel leuk is. Dat past wel heel erg in het thema. We kunnen dan wel gewoon spruce voor de tafel zo gebruiken. Maar dan weer bijvoorbeeld met magenta wool en paarse wool kunnen wij weer de tapijtjes hierop plaatsen. En op die manier... Zo, hoppakee. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Goed, dan kom je natuurlijk hier binnen. En dit is een beetje de main area waar je kan zitten. En dan wil ik hier een inimini keuken maken. En dan hier buiten een terras. En dan, die moet dicht trouwens. En dan hier ook een terrasje. En hier komt gewoon heel simpel een privéplekje voor twee mensen. Meer niet. Gewoon twee mensen die hier heel privé lekker mogen zitten. Dan maken we een paars dingetje erop zo. Moet ik trouwens wel, zie ik nu, ook nog leuningen maken. En daar had ik dus die extra vensters vol gehaald. Alleen ja, zoals dit is natuurlijk niet heel mooi. Nou trouwens, dit zou op zich ook wel kunnen hoor. Gewoon leuningen van spruishout kan helemaal geen kwaad. Ik denk dat het trouwens nog wel mooi is. Dan is het niet zo extreem mangrove-achtig. Ik zou hier ook trouwens twee stoelen en tafels kunnen plaatsen. Maar, of vier stoelen en twee tafels. Maar ik denk dat het leuker... Ik kom hier gewoon niet meer uit. Ik denk dat het leuker is als het één is. Dan is het echt een privéplekje, weet je. Dan kan je dit privé hebben afgehuurd om hier een date te hebben of zo. Dan gaan we hier buiten het terrasje doen. Dan komt er even kijken. Hier een plek zo. En dan hier een plek. Laten we zeggen... Hier een mooie lounge... Zo, hoppakee. Nou, nee, dat is veel te groot, veel te groot.
zo'n hoekplekje alleen. Dan hier één en hier één. Hier één en hier één. Nee, dat ziet er niet uit. Wacht. Zo, hoppakee. En dan hier ook nog zo eentje. Nee, nog steeds. Dat is het ook niet. Zo dan. Nee, moeilijk jongens. Dit is het. Ja, nu hebben we hem. Nu hebben we hem. En dan deze zo. Dan kunnen we hier de tafel plaatsen. Hier een tafel plaatsen. Hier één en hier twee. En dan moeten we mooi afwisselen tussen de soorten tafelkleurtjes. Hier één van die. Hier één van die. Paars. Roze en hier weer paars. Kijk, dit ziet er leuk uit. Overal leuninkjes plaatsen natuurlijk. Zodat mensen met hun armpjes ergens, hun armen ergens kwijt kunnen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Zo. Dan hier nog een leuning. Hier nog een leuning. Oeh, hier heb je alleen geen leuningen. Dat besef ik me nu. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit natuurlijk. Oké, dan hebben we het terras hebben we leuk af op deze manier. Heel simpel jongens. Een restaurant. Je zou zeggen, wat moet je er allemaal in plaatsen? Maar voordat ik extra details zoals bloemetjes en potjes en weet ik voor wat ga toevoegen, is het gewoon handig om eerst de tafelindeling te doen. Zodra we dat gedaan hebben, kunnen we naar extra details gaan kijken. Ik denk dat ik hier ook een zo doe. En dan even kijken. Oh, hier is zo'n bank zoals dit. En dan met twee stoelen erbij. En dan natuurlijk ook een tafel zoals dit. En het ding is, ik wil maar één tafelpoot hebben voor hier. Alleen, dan kan ik natuurlijk hier niet vliegende carpets overheen. Dus dan heb ik strings. Nou, heb ik strings bij me toevallig? Nee. Ik denk niet dat ik strings bij me heb. Nee, helaas. Dan moeten we heel even snel weer terug naar de boot. Oh, het is zo zonde om dit heen en weer te zwemmen. Dan nemen we wat strings mee. Hoppakee. En gelijk wat itemframes. Laten we even wat itemframes maken. Huh? Oh, nee. Zo, itemframes. Hoppakee. Maken we nog wat potjes zo. Hoppakee. Bloemetjes haal ik later wel op. En eten ook en zo. Oké, we keren terug. En nu, jongens, kan ik dit doen. Zo, hier twee van die strings plaatsen. En dan kan ik er bovenop gewoon het kleedje, zeg maar, mooier maken. Dan maak ik hem gecombineerd. Kijk, nu is het een tafel met één poot, maar wel gewoon zo'n lange streepje. Dan hebben wij natuurlijk signs om het af te sluiten zo. En hier in het midden, ja, misschien dat ik daar dan maar een slab moet plaatsen. Even kijken, hoor. Als we daar nou een slab doen en dan een... Oh, trapdoor erachter. Wacht. Ik heb geen ruimte meer in mijn inventory. Zo, een trapdoor erachter. Zo, ja, dat is mooi. Dit is een mooie tafel, jongens. Kijk dit nou. Goed, dan komt hier de balie. Zo, dit is de balie. Hoppakee. Dan kan je hier... staat natuurlijk iemand met... Oh, de kassa. Moet ook een kassa hebben. Zo, dan hebben we itemframes. Hoppakee. Oh, die plaatsen we hier. Hier doen we dan deze. Is de kassa dit? Nee, trouwens, het moet een andere worden. Ik heb genoeg blokken bij me, jongens. Geen zorgen. Ik heb genoeg hier liggen. We hebben volgens mij hier zelfs nog van die lichte trapdoors. Ja, deze. Dat is perfect voor de kassa. Kijk, doen we zo. Hoppakee. Dat is de kassa. En dan heb ik ook nog wel een boekje volgens mij. Hier heb ik boekjes. Dan kunnen we hier een boekje op doen. Hoppakee. Zo alsof dat de reservering... Alsof die reservering erin moet staan, weet je? Dan hier nog twee prachtige even kijken. Hier een stoel en hier een stoel. Zo, zo, zo. En dan natuurlijk weer een karp. Oh, ben ik mijn wol? Heb ik dat weggedaan? Dat meen je? Waarom heb ik mijn wol weggedaan? Zo, en dan ook nog natuurlijk aan deze kant een mooi tafeltje. Ja, de indeling, jongens. De indeling is echt perfect op het moment. Qua tafeltjes en weet ik voor wat allemaal. Als we dan ook nog even een beetje een leuk plafond erin doen. Zo, hoppakee, dat zit dan hier natuurlijk. Maar meer ook niet. Dan hebben we lanterns nodig voor natuurlijk wat licht. Hier een lantern, daar een lantern. Dan heb ik wat furnaces en een kist bij me. Ik denk dat we dan hier een furnace, daar een furnace, dan een kist hier moeten doen. En dan misschien daar ook nog een furnace met een dinges ertussen. Dit is gewoon een beetje random dingen doen, jongens. Kijk, dat is het leuke. We hebben een item frame. En dit lijkt, jongens, als je dit plaatst, lijkt op een stukje vlees. Dit lijkt alsof recht gewoon, omdat het zo rood van binnen is en zo gekleurd van buiten, lijkt het gewoon op een stukje vlees. Eigenlijk moet je er dan ook nog een iron trap doorzetten, alsof het zeg maar een fornuis is. Maar dan moet ik weer helemaal terug naar mijn boot zwemmen. Dus dat komt zo wel. Lampie erbij. Die hangen we er even boven hier. Deze hier zo. Waarom niet? En dan nog een crafting table in de grond. Verzin het. Het is helemaal prima zo. Klein hokje dit. Moet er alleen nog even een deur in. Doen we natuurlijk gewoon even een spruce door plaatsen we erin. Dat het wel een beetje netjes afgesloten de keuken. Goed, nog wat extra details. Laten we kijken wat we kunnen doen. Ik denk dat we niet meer heel veel ruimte hebben. Is natuurlijk niet heel erg. Maar we kunnen bijvoorbeeld zo dit doen. En dan hier gewoon andere details op plaatsen. Sowieso kan ik een kaars nog ergens kwijt. Kan ik die ergens kwijt? Ik kan hier een mooie kaars kwijt, zo. En hier natuurlijk, daar kan ook een mooie kaars. Oh, dat is wel een hele gezellige kaars. Dat. Ik moet ze wel nog even aansteken. Het zijn wel gezellige kaarsen. Dan hebben we detailblokken hier voor buiten. Een fern en natuurlijk een grasblokje zo. Gezellig. Dan is buiten hier wel prima. Dan is hier binnen is dit ook wel prima. En dit hier ook.
Misschien dat ik hier dan ook nog even een deur doe. Oh, nee, beter idee. Ik heb een beter idee dan een deur. Dan moeten van die klapdeuren. Hier doen we de normale deuren weg. En ik heb er maar één. Oeh, dat is wel... Oh, nee, hier, ik heb er meer. Kijk, dat doe je, hier doe je van die leuke klapdeuren zoals dit. Dat het zeg maar open is, maar ook weer dicht op hetzelfde moment. En misschien kunnen we dat hier trouwens ook doen, omdat dit de keuken is zo. Ja, veel leuker. Oké, laten we naar boven gaan. Tweede verdieping. Tweede verdieping is iets minder groot, dus dat is veel sneller klaar. Hier komt, zoals net ook, een privéplekje voor 3 personen. Die komen hier. Zo. Dan leuning. Dan hier leuning. Met natuurlijk daarop een carpet voor de gezelligheid. Hoppakee. Hier een... Oeh, mijn hout is op. Wacht even. Crafting table. Even wat mangrove stairs maken weer. Kijk, hier komt een hoektafeltje met rugleuning of armleuningen natuurlijk. Dan weer die andere kleur plaatsen we erop. Hier weer een paar tafeltjes. Hier een tafeltje zo. En dan hier een tafeltje. En dan weer om en om met de kleurtjes. Oh, dit ziet er toch gezellig. Ik vind dit zo gezellig eruit zien. Hier gaan we een beetje kleur toevoegen. Met wat gras heb ik dat nog wel. Mos mag ook hier. Doen we dit zo plaatsen. En dan plaatsen we daar een fern ook tegenaan. Even kijken. Die hebben we hier natuurlijk. Hoppakee. Dit ziet er leuk uit allemaal. Dan hier plaatsen wij een kaarsje. Dus die even weg zo. Hoppakee. En dan hebben wij een kaarsje die we er dan natuurlijk tegenaan plaatsen. Leuk. Dan hier in de lange gang. Denk ik dat ik gewoon veel van die tafeltjes zoals dit ga maken. Zo. Zo. En dan hier het uiteinde natuurlijk zoals dit. En dan hier weer even kijken. Eentje eerder moet hij. Dus hier zo. Dan kom ik volgens mij net perfect uit qua tafels. Zo. En dan hier weer één. En dan natuurlijk hier. Oh nee, hier hoeft er geen één meer. Hier kunnen we weer een mooi detailblok plaatsen zoals dit. Sign er tegenaan. En dan weer een bloemetje erop. Overal even wat leuningen. Oeh, het is wel donker aan het worden hierboven. Het begint nu donker buiten te worden. En ik merk direct dat het hier nu helemaal nog niet echt goed belicht is. Ik moet die kaars even aansteken. Maar dat gaat sowieso niet genoeg belichting zijn. Kijk, dit plekje. Dit is toch een geweldig plekje. Mensen, dat je, oh, moet je je voorstellen dat je nou lekker hier zit. Zeg maar hier gewoon. Zit je lekker te eten en te lunchen. Kijk wat een zonsondergang je hebt. Wat is toch luxe. Dit is toch gewoon de VIP plek. Tafel, poten overal. Dan paars, roze, paars. En dan daarbuiten wordt het weer magenta. Hoppakee. En dan nu even wat belichten. Het is een beetje donker hier. Even kijken. Waar gaan we dat doen? Daar kan een lampie. Daar kan een lampie. En daar kan een lampie. Meer is niet nodig. Nou, het ziet er hartstikke gezellig uit weer hier binnen. Genoeg plek voor mensen om lekker wat te eten, om wat te lunchen, om wat te drinken. Vooral dit plekje hier vind ik heel leuk. Maar nu komen we op de echte VIP-plek. En dat is hier helemaal boven. Dan heb je dit terras hier. Maar vooral dit terras hier. Ik zie dat mijn lanterns op zijn, dus we moeten wel even wat nieuwe halen. Maar dit terras hier is toch een VIP-terras, jongens. Moet je dit nou zien? Even kijken hoe we dit gaan doen. Even kijken. Hoe gaan we dit oplossen? Sowieso even slapen. Waar is mijn bed? Oh, hier. Zo. Dan hebben we gewoon weer even daglicht. Hoe wil ik dit doen? Misschien kan ik hier wel meerdere plekjes doen. Maar het is juist leuk als je dit af kan huren. Kan het zo doen, zoals dit, dat het maar één stoel is. Of één tafel, bedoel ik. En dan kan ik er een soort wijntafeltje naast plaatsen misschien. Zoals dit. Kijk, dat dit een soort wijntafel is. Waar dan de extra drank kan staan en zo. Plaatsen we natuurlijk wel leuningen. Zo, en dan is het een paars tafeltje. En dan is hier nog extra detail. Ja, misschien wat we leuk kunnen doen hier zo. Is dat dit mos is. Leuk. Of ik weet niet of dat mooi is. Daar moet ik even voorzichtig mee zijn hoor. Dat kan ook niet mooi zijn. Nee, dat is niet mooi. Dat mos is zeker niet mooi. Zoals dit gewoon. Ik denk dat dit genoeg is. Kijk, dan plaatsen we hier in ieder geval een item frame. Heb ik die nog bij? Oh nee, kaarsjes. Laten we hier gewoon even voor nu één kaars doen. Eén kaars om het een beetje romantisch te maken. Kijk, dan heb je hier een heel privé plekje. Dan zit je hier gewoon lekker te zitten zo. Heb je een date of zo. En dan kijk je uit op de smalle knallen. De vliegende knalnoot. Daar, je bent wel bedekt voor de mensen dat ze niet kunnen spieken. Al moet ik zeggen, de boselfjes daar en de DBE daar, die kunnen wel meespieken. Precies die twee huizen kunnen weer meespieken. Zelfs als je hier op een heel privé plekje lekker aan het eten bent. Laten we hier dan maar ook twee plekjes maken zoals dit. En dan maken we wel een beetje een privé plekje van op een bepaalde manier. Door gewoon te zeggen, hier nog een blok zo. Dan hop, hop. En dan plaatsen we daartussen een fence gate. Dan voelt het enigszins nog zeg maar als privé, weet je. Dat ze wel van elkaar gescheiden zijn. Tafeltjes, roze en paars. Leuninkjes er tegenaan. En ik denk dat we hem dan wel hebben, jongens. Ik denk serieus, als ik hier dan alleen nog dit even plaats zo. Ik denk dat we hem dan hebben. Dan hebben we gewoon een leuk interieur voor het hele restaurant. Hier, privé plekje 1. Dan hebben we hier een mooi plekje. Dan gaan we naar beneden zo. Dan kom je bij deze tafel. De lange gang vind ik serieus heel leuk geworden.
Gewoon met heel wat tafels waar mensen kunnen zitten. Hier een privéplekje weer. Hier ook weer eetplekjes. En hier een zithoekje. Hier weer een mooi eetplekje voor met z'n drieën. Dan gaan we naar beneden. Hier heb je hier de grote tafel. De reserveringplek waar je mensen kan binnen laten komen en zo. Dan hier nog een tafeltje. Hier. Oh, deze mist leuningen. Deze mist... Oh, sorry, die miste nog leuningen. Dan hier het grote buitenterras. Ik denk dat dit een beetje het skere terras is. Kijk, hier kunnen niet echt... Ja, ik kan zoals dit leuningen doen. Zoals dit. Ja, prima. Die science... Fans of science jongens, die kunnen natuurlijk niet tegenover elkaar. Omdat dat al in hetzelfde blok zit. Dus vandaar dat ik hier niet mooiere leuningen kan doen. Dan details hier. Mooie zitplekjes zo. Dan hier buiten hebben we nog ook een privéplekje waar mensen kunnen zitten. En dan hebben we hier een hele simpele keuken. Moeilijker dan dit hoeft het eigenlijk ook niet, weet je. We kunnen wel heel gek gaan doen, maar... En hier natuurlijk buiten ook een paar plekjes om te zitten. Nou, dan denk ik dat we wel een leuk interieur hebben officieel voor het restaurant. Kunnen we mijn spulletjes weer even wegdoen, want ik heb veel te veel spullen bij me. Slopen we deze dingen hier. Dan heb ik alleen nog even een aanstekertje nodig, zodat ik die kaarsjes even aan kan steken. En ik denk niet dat ik die hier ergens heb. Dus dan moeten we wederom terug naar mijn schip daar. Volgens mij heb ik in mijn ender chest de ceremoniële aansteker heb ik in mijn ender chest. Die nemen we ook gewoon mee. Oké, kaarsjes komen hier. Dat is kaarsje nummer 1. Dat is kaarsje nummer 2. Volgens mij had ik hier beneden verder helemaal geen kaarsjes meer. Dan gaan we even naar boven hier. Komen we als het goed is bij kaarsje nummer 3. En dan last but not least hebben we hier op het privéterras hebben we nog een Een simpel enkel kaarsje. En omdat enkel is, dacht ik aan single. Ik weet niet waarom. Zo, nou, dat is helemaal top. Restaurant is af, zo goed als op zijn minst. Als je nog leuke ideeën hebt wat ik nu gemist heb, jongens, laat dat vooral even in de reacties weten. Er zullen vast wel wat dingen zijn die ik misschien gemist heb, wat ook nog leuk past bij een restaurant en zo. Maar voor nu is dit wel leuk. Misschien een tapijtje bijvoorbeeld, dat soort dingen, weet je. Wat meer details in de vloer of iets anders dan alleen maar tafels. Maar ja, wat moet er naast tafel? Een bar. Een bar had nog gekund, bijvoorbeeld. Ik had hier nog een bar kunnen maken in plaats van een grote stoel. Maar laat maar in de reacties weten. Misschien verzinnen we nog wat. Café Het Gevulde Ankertje. Wat een leuke naam. Goed, dan komen we nu bij het boothuis aan, jongens. Dat is dit simpele huisje hier. En mensen kwamen met allemaal leuke ideeën voor het interieur. Alleen, ik denk niet dat ik dit huisje heel veel ga gebruiken. Ik denk dat ik hier gewoon puur een opslag van wil maken. Dus laten we dat ook gewoon doen. En dan kunnen jullie in de reacties desnoods nog beslissen wat voor opslag het moet gaan zijn. Als in wat ik er daadwerkelijk moet gaan opslaan. Wat hoor ik veel monsters trouwens hier. Wat irritant. Maar voor nu maakt het allemaal eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat ik hier doe. Zolang ik er maar een beetje leuk gewoon dingen plaats waar je dingen op kan slaan. Waar je dingen op kan slaan. Zo simpel is het. En dan hierboven nog een beetje misschien een slaapkamer op zijn minst. Dat er ook iemand woont. Ik ga eerst even al die beesten vermoorden. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Oh, ik heb alleen geen licht bij me, dus ik kan er niks aan doen. Het is waarschijnlijk hieronder. Barrel. Dan heb ik nog trapdoors waarmee ik dingen mooi kan decoreren zo. We hebben nu een aansteker bij ons, dus we kunnen de kaarsjes direct ook aansteken. Dat is leuk. Zo, klein boekenkastje in de muur. Vents voor details. Hier misschien een paal in het midden die hem omhoog haalt. Dan helemaal in het midden trouwens. Gewoon een soort steunpilaar. Zo, dat is ook leuk. Nou, onderste verdieping af. Hier gaan we nog meer decoratie toevoegen zo. Hoppakee, zoals dit. Dan daarboven een dinges. Ladders er tegenaan. Hier zo. En dan plaatsen we daarop plaatsen we een flowerpot. Hier gaan we het randje gaan we eventjes wat anders laten lopen. Die doen we zoals dit. Dan hier nog eentje zoals die. Hier twee kisten op elkaar. En dan hier ook een flowerpot. Nou, trouwens die onderste kist kunnen we wel gewoon een dubbelkist van maken. Hier nog mooi wat groen, zodat er een beetje groen in het huis is. Nog wat barrels voor de rommeligheid. Ook nog een barrel met een kaars erop. Waar is die kaars? Hier, die kunnen we gelijk aansteken. Pom pom, doen we er twee. Steken hem aan. Hier doen we mooi trapdoors tegenaan. Met een ster hier om het een beetje af te ronden zo. Dan heb ik vast nog wel bruine wol. Gok ik, maar ik weet niet of ik dat hier heb. Dan wil ik zeggen, dan kan ik er een tapijtje in plaatsen. Want hier een paars tapijtje past er natuurlijk totaal niet bij. Oeh, ik ben bang dat ik geen bruine wol bij me heb. Twee maar. Nou, twee is op zich wel genoeg. Hier doen we zo. Kijk. Ja! Wow, dat is perfect, die twee bruine wol. Oké, dit ziet er leuk uit. Dit ziet er heel leuk uit als je hier nu binnenkomt. Gewoon één groot opslaghuis tot nu toe. Dan hierboven, waarom ook niet. Ik ga het enige bed dat ik bij me heb, die eigenlijk van mij is, gaan we gewoon hier neerzetten als slaapbed. Eerst even een beetje de indeling anders maken. Doen we het bed hier in het hoekje. Die er tegenaan. Die zo. Die steken we direct aan. Nog wat extra opslag. Flowerpot. Lectern erbij. Dan mis ik alleen nog een beetje groen. Alleen dat past niet meer. Ja, hier kan nog wel. Ja, kijk, ik heb nog een composter. Zo, zo, hoppakee. En dan doen we die ook slopen hier. En dan plaatsen we ook nog dit. En is het iets donkerder hierboven, maar dat komt omdat het slaapgedeelte is, weet je. Kijk, hier is het allemaal vet licht. Hier beneden is er allemaal genoeg licht. Maar als we dan hierboven komen in het slaapgedeelte, is het iets donkerder.
Maar dat mag ook wel. Laten we gelijk even... Het is wel een knus slaap, lijkt wel, zeg ik het zelf. Nou, bed, ik laat jou hier voortaan staan. Dan moet ik even een nieuw bed zelf regelen. Hier kan hij... Oh, dat kunnen we nog doen. Ik kan zeggen, hier past perfect een painting. Maar volgens mij heb ik wol ergens bij me. Dus dan kunnen we daar ook gewoon een painting plaatsen. Waar maak ik een crafting table? Ik heb er echt 31 bij me. Ik heb wol en ik heb sticks. Dus we kunnen een painting maken. Zo. Nou, dat is toch leuk. Dat is toch gezellig. Nou, jongens, af. Zo simpel kan het. Ik bedoel, we gaan helemaal niet heel moeilijk doen met die huis voor het interieur. Want zo vaak komen we er niet in. Het zou zonde zijn van de tijd als je de binnenkant echt heel veel over na gaat denken. Met sommige huizen vind ik dat leuk. Zoals bijvoorbeeld het observatorium is meer over nagedacht. En het café een klein beetje. Maar jullie zagen, er zit ook niet zo heel veel gedachten in. Maar vooral huizen zoals dit kan je gewoon zo simpel gewoon een beetje inrichten zoals dit. Het ziet er nou niet echt mega bijzonder uit, maar... Het is goed genoeg, weet je. Althans, ik vind het goed genoeg. Nou, de vuurtoren. En dat is denk ik nog een kleiner huis dan dit. Enig is dat deze nog helemaal geen... het is helemaal nog niet ingedeeld. Dus dat is op zich nog wel even een werkje. Maar ik denk dat ik dat gewoon wil indelen zoals elk ander huis. Met dark ook als vloertje. Gewoon zo. Als we daarmee beginnen op zijn minst. Even een dark oak vloertje in. Je ziet, hieronder is belicht, dus dat is helemaal top. Dan gaan we het gewoon opvullen zoals dit. Dan komt hier, aangezien het glas hier zit, als ik dat doe zoals dit, jongens. Zie je, kijk, dan komt mijn slab komt tegen het glas. Dat is ook niet de bedoeling. Dus, dan moet ik eigenlijk even een dark oak stair hebben. En die heb ik vast wel. Ja, die hebben we hier. Kijk, dan kunnen we die hier doen. Zo hebben we een kleine verhoging. Klopt het ook weer met de deur? Nou, dan kom je hier zo op het terras uit. Die deur daar bijvoorbeeld klopt alleen nog niet. Dus ik ga even denken... Hoe gaan we dit doen? Met een ladder? Is dat leuk? Ladder zou op zich wel kunnen. Ik heb er twee bij me. Dus dan zouden we het zo kunnen doen. En dan met trapdoors zouden we het zo kunnen doen. Dan werkt deze gewoon als ladder hier naar boven zo. Nou, op zich. Helemaal niet zo'n slecht idee nog. Maar waar gaan we de... Het ziet er niet uit dit, jongens. Deze indeling van het huis. Het is zo rommelig dit. Oh mijn god, echt waar. Wie heeft dit gebouwd? Oh, wacht. Dat was ik. Ik ben benieuwd wat ik hiervan ga maken, jongens. Nu ik het zo zie. Ik ben echt benieuwd of ik hier nog wat van... Ja, ik kan er vast wel wat van maken, maar... Wel echt... een beetje gekkig dit allemaal. Zo. Dan hier het plafond mooi in. Nou, mooi, mooi, mooi is een ander woord. Maar gewoon een plafond erin. Komt dat ook nog met die deur uit daar. En het ramen komen ook nog uit. En laten we zeggen... Dit hier, ja, dit bouwen we gewoon dicht. Ik ga de moeite daarvoor denk ik niet doen, jongens. Zo. En dan hier gewoon dichtbouwen. Doen we het misschien nog leuk een beetje zoals dit. Zo. Zit er ook nog een patroon in de muur. Nou, oké. Okay. De fundering is soort van gedaan. Dat steen hier is een beetje random, maar dat... Oh, dat moest ik niet slopen. Maak cobblestone uit? Nee, ik heb helemaal geen cobblestone hiervoor nodig. Hier, enderside kan wel. Laten we de enderside. Hoppakee. Oké, hoe gaan we dit doen en wat gaan we doen? Je wil natuurlijk ook nog een manier hebben dat je naar de vuurtoren zelf kan daarboven. Dus dat... Denk ik? Willen we dat? Laten we even kijken. Wat is hierboven? Je hebt dit zo. Dan kan dit nog open. Ja, we willen op zich wel een route naar de vuurtoren zelf hebben hierboven. Kijk, dan kunnen we deze hele ruimte kunnen we misschien wel skippen. Hier, dan gaan we dit gewoon dichtmaken. Dat je zo eigenlijk hier helemaal niet heen kan. Dan heb ik even wat extra ladders nodig. Dit is gewoon een ladderhuis dit als je binnenkomt. Hier heb je ladders en hier komt zo meteen nog een ladder. Dan gaan ze wel precies weer tegenovergestelde doen zoals dit. Goed, ladders. Hoppakee, 48. Perfect. Nou, dan komt hier een ladder. Dan kom je in deze ruimte hier uit. Dan kan dit blokje denk ik wel weg. Deze hier. Ja, die kan weg. Oké. Dan moet er nog een ladder komen naar nog hoger, denk ik. Of willen we dat niet? Moet hier nog een ladder komen naar deze ruimte? Ja, ja, hier moet ook nog een ladder naartoe komen. We houden bijna geen ruimte over om in te richten, jongens. We zitten alleen maar ladders te plaatsen. Hoe willen we het ooit nog inrichten hier? Naast al die ladders. Kijk, en hierboven zit die lamp. Zie je? Kijk, dit is de lamp. Maar daar heb ik wel wat voor. Als we hier nou gewoon dit doen zo. En dan een ketting eraan plaatsen. Oh, wacht, een chain. Hier hebben we een chain. Wacht, laten we hier trouwens dan nu weer toch boven zijn. Wel even wat gewoon detailblokken plaatsen. Gewoon kisten en weet ik veel wat. Zo. Met een bloemetje erop. Want waarom niet, hè? Volgens mij heb ik wel gewoon zo'n chain bij me. Laten we even kijken hier. Sowieso heb ik die bij me. 100% zit hij in een van mijn chocoboxen. Ja, hier, chains. Hoppakee. Dan cyan banners kunnen ook mee. En die wool en die kan ook mee. Hier kunnen we namelijk wel een leuk tapijtje van maken. Blauw tapijt past weer in dit huis, omdat het een blauw dak heeft. Kijk, dus misschien is het sowieso leuk om een paar van dit soort random dingen hier te plaatsen. Om het een beetje iets te geven. Veel meer kan ik er volgens mij ook niet van maken. Kijk, hier kunnen we dan nog gewoon een tapijtje zo plaatsen. Maar waarom niet? En als we dan die chain eraan doen zo, dan is het zeg maar, dan moet je aan die ketting trekken en dan kan je hem soort van, zo kan je hem roteren als je wilt. Of misschien aan en uit trekken natuurlijk. Kijk, hij roteert uit zichzelf die lamp.
Alleen, waarschijnlijk is het zo'n ouderwetse tung, en dan gaat het lampje uit en tung, dan gaat het lampje weer aan. Dat is toch leuk? Dan kunnen we de vuurtoren ook nog besturen ook. En je kan ook nog eens de vuurtoren in. Dat is wel helemaal leuk. Dan kan je gewoon vanaf hier, kan de persoon die hier werkt, kan dit gewoon regelen. Dan hier gaan we ook nog wat extra blokken plaatsen. Zo, en dan zo, hoppakee. Hier een ding is zo erbij. Meer hoeft hier ook niet na. Misschien dat we ook nog zo'n banner kunnen plaatsen. Gewoon hier en hier. Waarom niet? Beetje gek doen met die banners, hè? Beetje gekkigheid. Oké, dan is dit allemaal gedaan. Deze ruimte hierboven is af. Dit is best wel een leuke ruimte geworden, al zeg ik het zelf. Dan deze hier is eigenlijk gewoon een doorloopruimte. En dan hier beneden. Wat gaan we hier beneden doen? Is de grote vraag. Ik denk dat ik die deuren hier gewoon niet bereikbaar ga maken. Want ik vind deze ladder hier vind ik echt poep gewoon. Deze ladder hier is echt heel poep. Ik denk dat ik hier gewoon een opstapje maak voor twee van deze dingen. En dan daarboven nog een kist zo. Decoratie. Hier dan zeg maar het zoals dit doe. Alsof dat een ruimte is waar je van buiten in moet komen. Kijk, met een klein balkonnetje. Maar daar kan je helemaal niet komen. Dan een lectern hier. Hier een kaarsje. Want we hebben best wel weinig licht hier binnen. Als zeg ik het zelf zo. Hier een trapdoor tegenaan. Steunpilaar. Wat random blaadjes zoals dit. Dan nog zo een banner hier en een banner hier. Dan kan die weg. Dan ga ik even wat paintings buiten maken. Zo hebben we er drie. Hier een painting. Dan doen we daar een painting. Maar daar wil ik een kleintje hebben. Gewoon een 1x1. En dan wil ik nog een painting daarboven hebben. Daar. Perfect. Ik denk dat we het dan wel hebben, jongens. Ik denk niet dat ik er heel veel meer van kan maken. Maar misschien wat belichting inderdaad. Ik denk dat het hier ook wel donker is hierboven. Dan kan hier nog een... Even kijken. Een... lantaarntje, zoals dit, hoppakee. En hierboven is natuurlijk genoeg belichting van de vuurtoren zelf. Dan hebben we hem ingericht, ingericht. En hier beneden is ook ingericht. Alleen misschien nog heel even een tapijtje op de vloer of zo, weet je? Zo, hier één. En dan hebben we ook nog wat extra dikke blokken om het wat detail te geven. Zo, gewoon heel willekeurig tapijtje. Zo, hier ook nog die. Zo, ja, dit is leuk, jongens. Dit is... op zich nog best een leuk interieur geworden. Heeft helemaal niet echt een doel natuurlijk. Ja, naast het feit dat hier bovenin iemand de vuurtoren moet gaan besturen. Maar als je het zo ziet, het ziet er best wel leuk uit. Het heeft wel wat gewoon. Nou, sluiten we de deuren. Kunnen we alles weer terugstoppen, want de inventory zit echt prop en prop vol. Hoppakee, slopen we dit hier allemaal weer. Dan ben ik mijn bed helaas verloren in het huis hiernaast. En het wordt nu nacht. Ik wilde eigenlijk even geslapen, maar ik heb helemaal geen bed meer. Die camera hier van de DBE, jongens. Oeh. Zit ik ook nog steeds niet helemaal lekker over, hoor. Maar laten we even naar het boothuisje gaan. De opslag waarvan jullie in de reacties moeten laten weten. Wat moet ik hier gaan opslaan? Wat moet ik in al die barrels gaan stoppen? Is het zand? Is het gravel? Is het klei? Verzin het. Gewoon een blok wat ik niet extreem vaak nodig heb. Maar wel leuk is om op een apart plekje te leggen. Alle huizen zijn officieel af, jongens. Het enige wat we hier nog moeten gaan doen is nu wat persoontjes neerzetten. Wat piraten. Ik heb natuurlijk de nieuwe piratendingen. Zodat we met armor stands allemaal mensen kunnen toevoegen en zo. Dat is het enige wat we nog moeten doen. Maar dat ga ik niet deze video doen. Maar voor de rest, qua bouwwerk, is alles hier helemaal af. We moeten hier nog even kaart plaatsen. Dat is trouwens ook. En hierboven hoeven we ook helemaal niks meer te doen, volgens mij. Dit ziet er ook allemaal leuk uit, natuurlijk, het observatorium. Vuurtoren heeft een interieur. Ik vind het goed zo. Ik vind het helemaal goed zo. Even een iets meer bouwvideo dan normaal. Normaal zit er ook nog wel van alles en nog wat doorheen. Maar dit was echt volop bouwen, de hele video. Als je dat leuk vindt, laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. Als je bouwen nou echt heel leuk vindt. En dat huis daar, jongens... Eén ding is wel zeker. Ik wil 100% even in die kelder een keertje kijken. Niet deze video, maar we gaan in de kelder kijken. Wat daar beneden allemaal in de DBE Outpost te vinden is. Maar voor nu jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. Vergeet niet te liken en niet te abonneren. Vergeet. Je moet niet vergeten om wel te liken. En je moet niet vergeten om wel te abonneren. Dat zou ik heel leuk vinden. Vond je nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien, moet je zeker even kijken. Ik ben weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek je later. Glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam. Oh.